genootschap is oprichten omdat wij in van worden van dat dus het oeuvre, die 166 titels van Teun de Vries, hein, geboren in van worden, aandacht houden moest. En dat doen we dus onder oren, Joon, mij, deze dokter Teun de Vries lezen. Het is Sander Terphuis. Hij is een vluchteling uit Perzië. En de thema's vrijheid en verzet, die ik een grote rol speel in een soort boeken van Teun de Vries, die spreken hem ook zo aan. En daar zal hij het Joon oer ha. Nou begon ik mijn verhaal met mijn motto, levensmotto. Ik wil graag architect zijn van mijn eigen leven. En dat het architectenleven heel veel moeite kost, heel veel ellende met zich brengt, dat weten we allemaal. He, dat een heel, in mijn ogen, een bijzonder filosoof, een Franse filosoof, van hem heb ik één quote meegenomen. En dat zou ik graag willen dat als hij straks op het scherm verschijnt, dat u even leest en even nadenkt van, ben ik het hier eens of oneens? Heeft hij een boek geschreven, De Worstelaar? De Worstelaar gaat over de schoonheid van het leven, ook van vrijheid, tussen geloof en ongeloof. De worsteling tussen onvrijheid en vrijheid, maar ook wat het betekent als je zoveel moet loslaten. Ik zei het al, ik heb al mijn dierbaren verloren. Ik heb echt generaties zien groot opgroeien met geweld, met onderdrukking. En nu weer zie je dat het vooral de jonge generatie massaal de straat opgaan. Die eisen hun vrijheid op. Aan de ene kant, zoals gezegd, het raakt mij diep. Maar aan de andere kant ook, geeft mij ook weer een trots gevoel dat we als Persen uiteindelijk zullen overwinnen. Besef wat dat betekent, die vrijheid. Besef hoe vrije land en vrij volk we zijn. En bovenal, besef heel goed wat de waarde van die vrijheid is. En dan bedoel ik me gewoon echt heel praktisch. Hè? Dat je zelf beslist wat voor kleding je aantrekt. Dat je zelf beslist wat je op je social media plaatst. Of Facebook of Instagram. In Iran mogen dat soort dingen zelfs niet. Daar is angst voor. En in de tweede plaats, laten we ook met z'n allen alsjeblieft waken over die vrijheid en elkaar gunnen die vrijheid. Dat zou ik graag zien.